Maak het jezelf zo aangenaam mogelijk. Kussentjes erbij, poefjes erbij, stoeltjes erbij, blokjes erbij. Daar komt het een beetje op neer. En ik zal een beetje mijn spullen aan de kant schuiven. En het is niet zo dat je altijd alles nodig hebt om te gebruiken. Een deken zou ik wel echt lekker erbij pakken, omdat wanneer je een deken hebt, je zult merken dat je hem soms zo eventjes over je onderrug heen kunt leggen. En die onderrug, daar zitten je nieren. En als die nieren een beetje warm blijven, dan kan je afvalsysteem zeg maar veel beter werken. Dus hou die onderrug lekker warm. Ook als je gaat slapen is dat soms extra lekker om even een warme kruik daar zo in je onderrug te leggen. Je mag komen zitten. En voor niet iedereen is die kleermakerszit een enorme geschikte houding. Dus zoek een houding op waarbij je het idee hebt dat je in elk geval heel goed rechtop kunt zitten. Jezelf mooi lang kunt maken. En je zit meestal in kleermakerszit net iets lekkerder als je ergens op zit. Dus als je iets kleins hebt waar je op wilt gaan zitten, ga er lekker op zitten. Wat je ook kan doen is kussentjes aan de zijkant onder je benen leggen, zodat je benen een beetje meer gesteund worden. En alles wat je een beetje meer steun geeft, kan gewoon een beetje beter ontspannen. En als je je lichaam nu alvast een beetje overgeeft aan dat ontspannen, dan zul je merken dat je straks heerlijk gaat slapen en morgen gewoon een stuk fitter opslaat. En dan misschien niet voor verrassingen staat omdat het zo glad is. Sluit je ogen. Leg je handen op je schoot. Laat je ellebogen hangen. Laat je schouders op je rug blijven. Rol die schouders nog even naar achter. Linkerschouder omlaag naar je rechterbil. Rechterschouder omlaag naar je linkerbil. En balanceer. Terwijl je zit, balanceer je met je schouders boven het bekken. Met je hoofd bovenop je hals. En hou je hoofd boven je schouders. Maak jezelf lang. Probeer je voor te stellen dat je jezelf langer kunt maken als je inademt. En als je uitademt, dat je iets bewuster kunt worden van de ondergrond waarop je zit. Voel hoe je benen gesteund worden door de ondergrond. Voel hoe je voeten liggen, je enkels. De buitenkant van je onderbenen, waar raken ze de grond? Voel de overgang naar je knieën. Ontspan je bovenbenen. En voel hoe je zit op je zitbotjes. Door bewuster te zitten op de ondergrond, is het makkelijker om jezelf net een beetje meer lengte te geven. Alsof je aan je kruin omhoog komt naar het plafond. Laat je ellebogen gebogen zijn. Je handpalmen kunnen rusten op je benen of je draait je handpalmen open naar het plafond. Voel wat voor je handen aangenamer is en voor je schouders aangenamer is. Breng je aandacht naar je rug. Voel de lengte van je rug. Voel de breedte van je rug. En voel hoe je rug zachtjes meebeweegt op het ritme van je ademhaling. Voel je schouderbladen. En probeer je voor te stellen dat je je linker schouderblad omlaag kunt laten zakken naar je rechterbil. En dat je rechter schouderblad omlaag kan zakken naar je linkerbil. Inademend is net alsof je kruin nog een beetje meer omhoog kan komen. En voel hoe je uitademend steviger kunt zitten. Draai langzaam je hoofd naar je linkerschouder. Dus je draait je hoofd naar links. Je kin komt boven je linkerschouder. Inademend komt je hoofd weer terug, gezicht weer naar voren. En dan draai je met je hoofd langzaam naar je rechterschouder. Misschien voel je verschil tussen linkerschouder en rechterschouder. Hou even vast. Voel hoe je zit, voel hoe je ademt. Probeer met je hoofd boven op je schouders te blijven. En met je schouders boven het bekken.
Adem heel langzaam diep in. En uitademend draai je ook weer rustig terug naar het midden. Mag met je ogen open, mag ook met je ogen dicht. Draai nog een keertje met je kin naar je linkerschouder toe. Hou je hoofd rechtop alsof er een vaas op je hoofd staat. En voel hoe ver je met je hoofd naar links kunt draaien. Jouw linkerkant. Wees je bewust van je linkerschouderblad. En laat je linkerschouderblad op je rug naar beneden glijden, naar je rechterbil. Voel hoe je borstkas uit kan zetten als je inademt. En hoe je buik weer een beetje naar binnen wordt getrokken als je uitademt. Adem rustig in. En uit draai je hoofd weer terug naar het midden. Neus in het verlengde van je navel. Adem uit. Draai langzaam met je hoofd. Naar links, of naar rechts, sorry. En hou je kin boven je rechterschouder. Voel hoe je draait met je hals, met je hoofd, met je gezicht. En probeer je onderkaak parallel te houden met de grond. Kruin omhoog, zitpotjes omlaag, de grond in. Ruimte op je rug voor je ademhaling. Ruimte in je borstkas. Voel je rechterschouderblad. En laat je rechterschouderblad op je rug omlaag zakken naar je linkerbil. Adem langzaam in. En uitademend draai je terug met je hoofd naar het midden. Open je ogen. Breng je armen opzij omhoog. Als je inademt, gaan ze omhoog. Uitademend zet je handen plat tegen elkaar en trek je handen langs je voorhoofd naar je borstbeen. Duw je ellebogen naar buiten. Adem in, verleng je lichaam. Adem uit, draai naar jouw linkerkant. Adem uit, draai naar links. Kijk over je linkerschouder naar achter. Voel hoe je met je rechterhand duwt tegen je linkerhand en hoe je met je linkerhand je rechterhand tegenhoudt. Kom je in weer terug naar het midden. Adem je uit, draai je langzaam de andere kant op. Voel hoe ver je kunt draaien, niet forceren, blijf zo recht mogelijk opzitten. Dus ga niet krom zitten om verder te kunnen draaien, maar maak jezelf lang. Alsof je kruin nog steeds omhoog getrokken wordt naar het plafond. Voel hoe je nu duwt met je linkerhand tegen je rechterhand. Maar hou met je rechterhand je linkerhand tegen. Ellebogen zijn mooi parallel aan de vloer. Duw ze opzij. Kom inademend weer rustig terug naar het midden. Inademend gaan je armen weer opzij omhoog. Maak ze lang, rijk omhoog. Zet je rechterhand op de grond. Even kijken, nee, hou je rechterarm in de lucht. Ik wil dit spiegelbeeld doen. Rechterarm omhoog en dan plaats je je linkerhand op de grond. Zet je linkerhand op de grond. Strek je rechterarm hoger en hoger de lucht in. Maak hem langer. Voel hoe je met je linkerhand kunt duwen en kijk even omhoog naar je rechterarm. Strek je arm omhoog en schud een beetje nee met je hoofd. Knik een beetje ja. Dat je niet je nek forceert, maar even kunt voelen of je hier nog een beetje met je hoofd kunt schommelen. Een beetje kunt bewegen. Maak de houding makkelijker als je merkt dat dat niet kan. En het kan iets makkelijker zijn door je arm iets meer naar voren te bewegen dan meer naar achter duwen. Naar achter voel je wat meer de weerstand. Voel je nog geen weerstand, duw je arm wat meer naar achter. Draai je duim, je rechterduim, dat hij naar achter wijst. Je rechterarm is omhoog, je linkerhand staat op de grond. En je duwt met je linkerhand in de mat, zodat je merkt dat je je rechterarm als het ware makkelijker kunt strekken. Blijf kijken naar je rechterhand. Tenzij je last hebt van je nek, dan schud je weer even nee, knik je weer even ja. Nog een keer goed inademen. En dan uitademend laat je langzaam je rechterhand weer naar beneden komen. Leg je even je handen op je schoot om te voelen wat het effect is, het verschil is tussen linkerkant en rechterkant. Als je merkt dat je benen beginnen te slapen of dat je voeten onrustig worden, je kunt je benen ook naar voren strekken. Blijf je lekker op iets hoger zitten, dan maak je het makkelijker om rechtop te kunnen zitten. Open je ogen weer, breng je armen opzij omhoog. Adem heel goed in. Strek je linkerarm verder omhoog. Maak hem lang. En je zult merken dat je linkerarm nog beter kunt strekken als je je rechterhand naast je op de grond gaat duwen. Dus duw je rechterhand op de grond.
Strek omhoog je linkerarm. Kijk omhoog naar je linkerarm zonder dat je je nek op slot gaat zetten. Dus je kunt je linkerhand zien. Breng hem meer naar voren als je merkt dat het gevoelig is voor je nek of voor je schouder. Maar denk aan omhoog. En door je linkerarm meer omhoog te brengen, zul je met je rechterhand iets meer kunnen duwen op de mat. Voel hoe je dat verschil kunt maken. Met de ene hand duwen en met de andere arm strekken. Je hebt druk nodig om je andere kant van je lichaam langer te kunnen maken. Dus voel eventjes hoe je ruimte maakt, schept. In die linkerkant van je borstkas. Misschien krijg je het al een beetje warmer. Van het strekken gaat meestal alles een beetje meer tintelen. Of een beetje warmer worden. Schud een beetje nee. Ontspan je kaken. Bijt niet je kiezen op elkaar. En probeer controle te houden over de manier waarop je ademt. Dus ga niet te geforceerd hier ademen. Langzaam uit. Geeft je meer de gelegenheid om dieper in te ademen. En als je controle hebt over je uitademen, gaat het makkelijker dat inademen. Nog een keer goed in. Strekken, strekken, strekken. Maak het langer en voel hoe je kunt duwen met je rechterhand op de mat. Zodat je die linkerarm toch nog een beetje meer lengte geeft. Kan een beetje gaan tintelen in je hand. Voel wat er gebeurt bij je nek, je schouders, je kaken. Hou ze ontspannen. En nog een keer goed in. En dan uitadem en laat je ook je linkerhand weer zakken naar de grond. Sluit even je ogen, leg je handen op je schoot. Voel het verschil tussen linkerkant en rechterkant. Misschien is dan aan de ene kant het gevoel opvallender. Alsof je die houding aan de ene kant van je lichaam gewoon net een beetje harder nodig hebt. Het effect een beetje groter is. En dan open je ogen weer. Ga je armen weer opzij omhoog. Arm omhoog. Maak ze lang. Strek je rechterarm weer in de lucht. Zet je linkerhand naast je op de grond. En deze keer pak je met je rechterhand je linkerknie vast. Je mag je knie vastpakken. Je mag ook je hand aan de buitenkant van je knie. In de spiegel naast me kun je het waarschijnlijk zien. Met de rug van mijn hand duw ik tegen de buitenkant van mijn linkerbeen. Kijk over je linkerschouder naar achter. Voel hoe je kunt draaien. Kruin omhoog. Er zit botjes omlaag. Je lift je borstkas. Je strekt je buik. Je strekt je rug. En iedere keer dat je inademt, probeer je lichaam net een beetje langer te maken. Wanneer je uitademt, kun je misschien nog net een beetje verder draaien. Als je merkt dat je je linkerhand niet goed op de grond kunt zetten, kun je bijvoorbeeld een blokje of een boek eronder leggen, waardoor je op kunt duwen en dat je misschien nog net een beetje meer ruimte hebt om te kunnen draaien. Want het met naar beneden duwen geeft je ook de gelegenheid om een beetje meer te strekken. Dus duw je billen omlaag, duw je hand omlaag, zodat je verder kunt draaien. Meer ruimte hebt in je rug om te kunnen draaien. Nog een keer goed in. En dan uitadem en draai weer terug naar het midden. Leg je handen even op je schoot, ontspan je schouders, sluit je ogen. En voel het verschil tussen linkerkant en rechterkant. Van je borstkas, maar ook van je rug. Van je hals. Misschien zelfs een beetje in de spieren van je gezicht. De ene kant van je gezicht meer ontspannen is dan de andere kant van je gezicht. Open je ogen, breng je armen weer omhoog, strek ze omhoog. Maak ze lang, strek je linkerarm ver omhoog en zet je rechterhand naast je op de grond. Strek je linkerarm hoger, duw een beetje met je rechterhand, eventueel op een kus of een blokje duwen. En dan breng je je linkerhand naar de buitenkant van je rechterbeen. Zodra je je hoofd laat zakken, probeer dan je hoofd gelijk weer op te tillen om te voorkomen dat je krom gaat zitten. Maak jezelf lang en als je uitademt ga je rustig draaien. Je kunt met je rechterhand een beetje blijven duwen. En met je linkerhand kun je een beetje trekken aan dat been of een beetje duwen tegen het been. Je kunt met je handpalm je rechterbeen vastpakken of met de rug van je hand. Zeker als je veel achter een computer zit, is het lekker om met de rug van je hand te werken. Omdat je daarmee de spier in je onderarm een klein beetje meer strekt. Het kan gevoelig zijn bij je elleboog, omdat die spier het niet gewend is. Kun je inademen. Je lichaam langer maken. En is er uitademend nog een beetje meer ruimte om te kunnen draaien. Verleng je bovenlichaam. Maak het langer. En adem rustig uit. Instrekken. Misschien uit toch nog een heel klein beetje verder. Voel je borstkas. Voel je schouder. Voel dat je je rechterschouder omlaag probeert te trekken naar je linkerbil. Nog een keer in. En dan uitadem en draai langzaam weer terug. Ook hier laat je handen weer even rusten op je benen. Sluit je ogen. Hou je schouders boven het bekken. Breng je kin langzaam naar je borstkas toe. Maar laat je
schouders boven het bekken blijven. Dus je hoofd zakt naar voren en niet je schouders. Voel de stretch aan de achterkant van je hals. Ontspan je kaken. Lift je ribben iets omhoog. Laat die schouders op je rug omlaag zakken. Nog een keer goed inademen. Terwijl je rustig uitademt, probeer die schouders nog een beetje meer te ontspannen. Voel de lengte van je rug als je inademt. En voel het samentrekken van je buik wanneer je uitademt. Kin is naar je borst, gezicht is ontspannen. Adem heel rustig diep in. Heel langzaam uit. Adem weer rustig in en stapel wervel voor wervel je nekwervels zo netjes mooi op elkaar. Zodat je hoofd weer bovenop je hals komt. En je kin parallel is aan de vloer. Open je ogen. En breng langzaam je hoofd van links naar rechts en rechts naar links. Je beweegt alleen maar je hoofd opzij. Je hoeft niet te draaien met je hoofd. Het is een beetje alsof er een knikkertje in je hoofd heen en weer zou kunnen rollen. Zo van je ene oor naar je andere oor. Voel hoe je hoofd opzij kunt kantelen. En breng dan je linkeroor naar je linkerschouder. Hou de rechterkant van je hals lang. Is dit voldoende, deze stretch die je hier voelt? En niet overdreven, dan blijf je in die houding. Is het pijnlijk, ga je een klein stukje terug. Probeer je hoofd ietsjes opzij te kantelen. Niet naar voren te laten zakken. Hou je hoofd boven op je schouders, boven je schouders en schouders boven je heupen. En dan mag je je linkerhand, als je dat wil, om nog ietsjes meer te voelen, aan de buitenkant zo op je gezicht leggen. Aan de rechterkant van je gezicht, aan de rechterkant van je hoofd. Sluit je ogen, ontspan je kaken. Ga niet trekken aan je hoofd. Het gewicht van je hand is voldoende. En probeer je voor te stellen dat je nu je rechterschouder weer omlaag kunt trekken naar je linkerbil. Alsof die langzaam steeds een beetje meer omlaag kan zakken naar je linkerbil. Je linkerhand rust op je hoofd. Achterkant van je hals blijft lang. Kaken zijn ontspannen. Nog een keertje goed in. Terwijl je uitademt, hou je je hand van je hoofd. Je legt je hand op je schoot. Adem je in, komt je hoofd weer rechtop. En ontspan je schouders, ontspan je kaken. Voel even het effect. Wat is er gebeurd in je hals? Wat is er gebeurd in je gezicht? Open je ogen. En breng dan langzaam je hoofd de andere kant op. Heel rustig, heel zachtjes bewegen. Liever dat je merkt dat je tijdens de houding eigenlijk verder kunt komen dan dat je in één keer zo je hoofd heel abrupt opzij beweegt. En dat je denkt van, had ik niet moeten doen. Laat je hoofd opzij zakken. Rechteroor naar rechterschouder. Ontspan je linkerschouder. Laat hem hangen, ontspannen. Laat ook je rechterschouder ontspannen hangen. Kaken zijn ontspannen. Ga niet je hoofd naar voren brengen. Blijf de achterkant van je hoofd iets naar achter duwen. Dat is lekkerder, zodat je de hele linkerkant van je hals ruimte geeft. Dan til je je rechterhand op als dat gaat. En leg je je rechterhand zo aan de zijkant van je gezicht. Een beetje zo in de buurt van je slaap. Is het te zwaar? Is het niks? Hou je hand weer van je hoofd af. Je mag je ogen sluiten, kaken ontspannen. Het gewicht van je hand is voldoende. Dus je hoeft niet te gaan trekken, je hoeft niet te gaan duwen. Laat je hand rusten. En voel je schouders, rechterschouderblad nu omlaag naar je linkerbil, hou omlaag. Linkerschouder naar je rechterbil. En hou je linkerschouder weg bij je linkeroor vandaan. Kaken zijn ontspannen, bijt niet je kiezen op elkaar. Tong een beetje zwaarder in je mond en voel de lengte aan de linkerkant van je hals. Voel het gewicht van je rechterhand op de zijkant van je gezicht. Nog een keer inademen. Rustig uitademen. Voel het samentrekken van je buik. Adem weer heel langzaam diep in. En gebruik de uitademing om je hand van je hoofd te halen. Je weer op je schoot te leggen.
En inademend kom je langzaam met je hoofd weer omhoog. Soms is de ene kant van je hals wat gevoeliger dan de andere kant van je hals. Wees je ervan bewust. En dan gaat je kin weer naar je borstkas toe. Laat je hoofd naar voren komen zonder dat je schouders naar voren komen. Lift je ribben wat meer omhoog. Maak je rug een klein beetje hol door je borstkas iets naar voren te duwen. En je schouders achter op je rug iets dichter bij elkaar te brengen. Adem nog een keer goed in. En rustig uit. Inademend komt wervel voor wervel je nek weer netjes recht omhoog. Stapel die wervels op elkaar als het ware. En breng je hoofd precies weer in het midden, boven je schouders. Open je ogen, leun naar voren. En kom van je kussentje, blokje of dekentje af. Strek je benen in de lengte van je mat. Het kan zijn dat je benen een beetje slaperig zijn, dat ze een beetje tintelen je voeten. Soms zie je zelfs kleurverschil in je voeten. Strek je benen, duw je hielen weg, trek je tenen naar je toe en duw je tenen daar naar weg. Dus flex en point even je voeten. Probeer dan eventjes door je knieën te buigen, is iets makkelijker. Cirkels te draaien met je enkels. En ook even de andere kant op. Duw je zitbordje stevig op de grond. Probeer je schouders boven het bekken te houden, mooi rechtop te zitten. En dan breng je de zolen van je voeten naar elkaar toe. En dan wieg je eventjes met je heupen heen en weer, zodat je het gewicht verplaatst van je ene bil naar je andere bil. Nou, plaats je voeten zo plat mogelijk tegen elkaar en komen je knieën vrij ver omhoog. Dan kan het lekker zijn om kussentjes, dekentjes of iets onder je benen te schuiven, zodat je benen ergens tegenaan rusten. Het lekkerste is als je benen ergens tegenaan rusten. Als ze zo blijven hangen, dan kan het zijn dat je het heel erg in je liezen begint te voelen en dat je benen eigenlijk niet meer kunnen ontspannen. Dus zoek gemak op door je benen steun te geven. Schuif er iets onder. Schuif met je handen over je benen naar je voeten toe, richting je enkels. Lift je borstkas een stukje, maak jezelf lang. Schud een beetje nee met je hoofd. Knik een beetje ja met je hoofd. En terwijl je inademt, strek je. Adem je uit, sluit je je ogen. En voel even hoe je in die houding kunt zitten. Het kan zijn dat je heel makkelijk heel ver in die vooroverbuiging kunt komen. Met je hoofd misschien wel op je voeten. Ga niet trekken, ga niet duwen, maar laat jezelf langzaam maar zeker in die houding glijden. Je zakt een beetje naar voren met je bovenlichaam. Je kunt met je armen rusten op je benen, met je handen misschien wel op je voeten rusten. Maak het jezelf zo aangenaam mogelijk. En heb je een flinke stapel kussens in de buurt liggen, dan kun je ook die kussens op elkaar stapelen en misschien je voorhoofd zo op die kussens leggen. Probeer de zolen van je voeten tegen elkaar te houden, zodat je knieën naar buiten kunnen vallen. Dan die benen gedraaid, zo opengedraaid liggen in het bekken. Dat voel je ook een beetje onder in je rug. Ga niet forceren. Het heeft geen zin om zo diep mogelijk in die houding te komen. En als je er dan strakjes uitkomt, of morgenochtend uit je bed komt, dat je denkt, dan, oh, dat had ik niet moeten doen. Probeer de signalen van je lichaam zo goed mogelijk begrijpen. En dat maakt je makkelijker. Je maakt het makkelijker om naar je lichaam te luisteren. Als je je ogen sluit, focust op je ademhaling en voelt waar de spanning zit. Merk je dat de spanning alleen maar groter begint te worden? Dat betekent dat je aan het overdrijven bent, dat je te ver in die houding gaat. Merk je dat je rustig uitademt en verder kunt zakken, dat het als vanzelf gaat, dat de zwaartekracht met je speelt, dan ben je prima in die houding. Door een houding wat langer vast te houden, gaat het bindweefsel aan het werk. En als het bindweefsel aan het werk gaat, maakt het nieuwe verbindingen. En die nieuwe verbindingen zorgen ervoor dat je spieren, ook je gewrichten, beter kunnen bewegen, makkelijker kunnen bewegen, soepeler kunnen bewegen. En het bindweefsel laat zich niet forceren. Dus ga niet harder trekken, ga niet harder duwen. Het is niet een kwestie van langer volhouden. Nee, zoek op waar die weerstand zit. Ga daar met je aandacht naartoe, ga daar met je adem naartoe. En probeer er een beetje tegenaan te leunen, maar niet doorheen te duwen. Je kunt het een beetje vergelijken met een cactus, weet je wel. Zo'n cactus met van die scherpe stekels. En als je zomaar één vinger er even snel tegenaan duwt, dan doet het pijn.
Maar als je heel zachtjes, zo heel rustig je hand erop legt, zul je merken dat er niks aan de hand is. Dat je best wel kunt voelen dat die cactus scherp is, maar dat je jezelf niet prikt. Beschadig niks. Voel wat kan. Voel wat tot de mogelijkheden hoort. Je komt in een vooroverbuiging. Je mag je armen ontspannen. Je mag je schouders ontspannen. Je mag je hals ontspannen. Je mag je hoofd laten hangen. Je mag je voeten ontspannen. De zolen van je voeten blijven bij elkaar. Maar je hoeft niet te duwen met je voeten. Je hoeft niet te duwen met je benen. Laat die benen gedragen worden. En voel je dat datgene wat onder je benen ligt een beetje plat wordt geduwd. Of dat het pijnlijk is omdat het onder je benen ligt. Schuif het opzij. Maak weer wat meer ruimte. Zorg dat je niet wordt tegengehouden. Maar zorg dat je gesteund wordt. En geef de ruimte aan jezelf die je hebt. Die je nodig hebt om misschien een beetje verder te kunnen zakken. Of die je nodig hebt om meer te kunnen ontspannen. Adem nog rustig 3 keer in deze houding. En probeer zo langzaam mogelijk uit te ademen. Je ademt heel rustig in door je neus. En als je dan voor die 3e keer heel langzaam uitademt, dan trek je je kin naar je borst. Je laat je hand langs je benen glijden. En je komt langzaam met je rug weer mooi rechtop. Laat je handen ergens rusten op je schoot. Zoek eventjes je balans door je schouders te laten balanceren boven het bekken. En je hoofd te laten balanceren bovenop je hals. Ontspan je schouders. Rol je linkerschouderblad omlaag naar je rechterbil. Laat je rechterschouderblad zakken naar je linkerbil. En lift je borstkas een klein beetje omhoog. Lift je kin een beetje omhoog. Alsof je in het zonnetje zit. En zo even de zonnestralen op je gezicht zou willen voelen. Dan zet je je handen achter je. En dan zet je je voeten plat op de grond. Zet je voeten plat op de grond. Zorg dat je vingers naar voren of opzij wijzen, maar niet naar achter wijzen. Schuif met je heupen ietsjes meer naar je voeten. En lift dan je borstkas omhoog. Strek je buik, strek je rug. Lift je borstkas. En duw met die handen in de mat. En zorg dat je je nek kunt bewegen. Dus schud een beetje nee, knik een beetje ja. Hoeft geen grote, snelle, wilde beweging te zijn. Maar een beetje langzaam. Voel eventjes hoe je met je hoofd kunt bewegen. Probeer je kin omhoog te laten wijzen. En probeer die schouderbladen dichter naar elkaar toe te brengen. Alsof je ze een beetje bij elkaar knijpt, je schouders. En dan kom je weer heel rustig terug met je hoofd in het midden. En dan wandel je handen ietsjes dichterbij en dan kom je omhoog. Nou, voor de volgende houding heb je iets nodig voor onder je rug. Want als je alleen maar plat op je rug gaat liggen, dan heb je niet een beetje dat effect van dat liftende effect in je borstkas. Je kunt ervoor gebruiken 2 blokjes als je ze hebt. Dan leg je die dwars op je matje. Vrij spartaans, zou er iets zachts overheen leggen. Je kunt een opgerolde deken zo onder je schouders leggen. Of als je hebt een kussen wat je zo onder je schouders kunt leggen. Je legt het dwars op je matje. Je zet je voeten op de grond. Je schuift met je schouders er naartoe. En je laat je armen een beetje zo opzij komen. Probeer je armen een beetje opzij te laten hangen. Het kan zijn dat je kussen heel breed is, dat je armen er echt een beetje overheen moet schuiven. Heb je iets nodig voor onder je hoofd, zodat je erachter onder je hoofd kunt leggen? Maak een stapeltje van kussentjes voor onder je hoofd. En probeer nog eerst eventjes met je voeten op de grond te laten staan. Dus door die voeten op de grond te laten staan, heb je een beetje meer steun. Als je merkt dat de houding niet lekker is, kun je of naar je zij rollen, of een beetje duwen met je ellebogen op de grond en langzaam je hoofd optillen. Het lekkerste is het als je het idee hebt dat je eventjes zo kunt blijven liggen. Dus schuif totdat je voelt dat je bovenkant van je rug, je borstkas, je ribben een beetje omhoog kunnen komen.
dat je je heupen wat meer voelt op de grond. Dus je blijft echt met je billen op de mat. En als je merkt dat je je voeten een beetje wil gebruiken om bij te sturen, schuif dan nog niet je benen uit. Heb je al vaker in die houding gelegen, voel je dat je benen uit wilt schuiven, dan mag je ze ook uitschuiven over de grond, waardoor je ietsjes meer loslaat, iets meer, minder grip hebt op de houding, iets minder kunt bijsturen. Dus maak de houding zo aangenaam mogelijk, dat als je denkt van ik hoef niks meer bij te sturen, dat je je benen uit kunt schuiven. In deze houding kom je liggen met je ogen dicht. Als je hoofd niet gesteund wordt door de ondergrond en je hoofd laat hangen, komt er veel te veel druk achter in je nek. Zorg ervoor dat je hoofd gesteund wordt, of dat nou door een stapel boeken is, of een kussentje is, of wat handdoeken die je op elkaar legt. Gebruik iets onder je hoofd, dat het je hoofd niet naar achter klapt in je hals. Je kunt ook even checken met je handen. Je achterkant van je hals voelen. Probeer te voelen dat er geen extra plooien zijn ontstaan achter in je nek. Je hals is lang, je hals is vrij. Je hoofd hangt, je schouders zijn laag en er is geen druk op je tussenwerfschijf in je nek. Schuif je armen van je af, open je handpalmen en laat de rug van je handen op de grond liggen. Maar ook je onderarmen en je ellebogen. Door die ellebogen meer in contact te brengen met de grond, ontstaat er meer ruimte in de spier van je borst, naar je bovenarm toe, naar je oksel toe. En dat maakt het makkelijker om rechtop te kunnen lopen, rechtop te kunnen zitten. Een hele gunstige houding voor je hart. Je hart heeft hier automatisch wat meer ruimte. Kan makkelijker, moeitelozer energie rondpompen door je lichaam. Het is ook een beetje een ontwapende houding. Het is een beetje een kwetsbare houding. Je moet je echt op je gemak voelen om zo jezelf te kunnen ontspannen in deze houding. Dus zorg ervoor dat je relaxed ligt. Dat je niet gespannen ligt. Probeer je handen te ontspannen. Probeer je armen te ontspannen. Gebruik voldoende materiaal om je lichaam steun te geven. Maak het zachter. Doe jezelf geen geweld aan. Heeft geen zin. Je spieren verkrampen. Het gaat vaster zitten. Er ontstaat minder ruimte. Belangrijk om te letten op je mond. De stand van je mond is essentieel. Om je lichaam te kunnen overgeven aan ontspanning. Een beetje ruimte tussen onderkaak en bovenkaak. En ook je lippen hoeven niet op elkaar te rusten. En toch kun je ademen door je neus. Voel hoe lang je erover kunt doen om in te ademen. En adem heel langzaam, heel rustig uit. Jouw eigen ontspannen ademhaling. En kun je die ademhaling een beetje in balans brengen? Kan je net zo lang erover doen om in te ademen als dat je doet over je uitademing? Of kun je de uitademing zo goed aanpassen aan de lengte van je inademing? Als je merkt dat inademen makkelijker is, dan pas je het inademen aan het uitademen. Is voor jou het makkelijker om langzamer uit te ademen? Dan pas je het uitademen aan, zodat het uitademen net zo lang duurt als het inademen. Geef je borstkas ruimte, geef je longen ruimte. Voel hoe je borstkas uitzet als je inademt. En weer een beetje samentrekt als je uitademt. Geen haast. Alle tijd laat je lichaam versmelten met de ondergrond.
probeer ook de huid van je gezicht te ontspannen, de spieren van je gezicht te ontspannen, alsof je wenkbrauwen in de richting van je oren kunnen smelten. Linker wenkbrauw naar linker oor. En je rechter wenkbrauw richting je rechter oor. Zo ontspan je makkelijker je ogen. En zo ontspan je ook makkelijker het stukje tussen je wenkbrauwen in. Meer ruimte tussen je wenkbrauwen is meer ruimte voor het hogere bewustzijn. Je intuïtie, je derde oog, je pijnappelklier. Maak ruimte. Maak ook ruimte in je hals. Voel dat de voorkant van je hals lang is. En ook de achterkant van je hals is lang. Laat je hoofd gedragen worden. Laat je hoofd niet bungelen. En als je de behoefte voelt om je benen uit te schuiven, lang te maken, mag je ook proberen je benen uit te schuiven over de grond. Of als je je benen gestrekt hebt en je bent benieuwd hoe het voelt met je voeten op de grond, schuif je voeten naar de grond. Wees niet bang om een klein beetje te schuiven, de houding aan te passen, gemakkelijker te maken. Er is niks mis mee om deze houdingen steeds toegankelijker te maken voor jezelf. Je zult merken dat je lichaam er bijna naar gaat verlangen. Naar meer steun, naar meer kussens, naar meer dekens. Tune in met je eigen lichaam. Laat je niet afleiden door alle gedachten die in je hoofd opborrelen. Besteed er gewoon niet al te veel aandacht aan. Ze zullen toch wel komen, de gedachten. Maar besteed aandacht aan je ademhaling. En besteed aandacht aan je lichaam, hoe het aanvoelt. Waar voelt je lichaam tintelend aan of warmer? Waar voel je weerstand? En hoe kun je die weerstand uit je lichaam loslaten? Door je uitademing heel rustig te doen, beheerst, heb je meer controle over de manier waarop je ademt. Maar heb je ook meer controle over de stroom van energie in je lichaam. Ademhaling is de meest belangrijke vorm van energie die je lichaam kunt geven. En die energie wordt door je hart, door je hele lichaam rondgepompt. Naar al je spieren, naar al je cellen, om te vullen en te vervullen. En iedere keer dat je uitademt, creëer je een beetje meer ruimte voor nieuwe energie en voor nieuwe mogelijkheden. Mocht je je benen languit op de grond hebben liggen, schuif je voeten dan weer terug als je uitademt, één voor één. Adem rustig in. En uitademend schuif je heel rustig zo'n voet terug op de mat. Adem weer heel rustig in. En terwijl je uitademt, schuif je je andere voet ook weer terug op de grond. Zodat je knieën weer omhoog wijzen. Voel dat je iets meer kunt duwen met je voeten op de grond. Iets meer kunt duwen met je billen op de grond. Dan breng je je handen naar je hoofd. Breng je handen naar je hals. Vlecht je vingers achter je hals in elkaar. En dan wrijf je handen naar je hoofd toe. Zodat je met je handen heel rustig je hoofd een klein stukje gaat optillen. Adem heel rustig diep in. Voel het gewicht van je hoofd rusten in je handen. En probeer nu de punten van je ellebogen omhoog te laten wijzen naar het plafond. Breng je ellebogen dichter bij elkaar zonder je hoofd of hals te strekken. Draag je hoofd, maar ga er niet aan trekken. Adem nog een keer heel diep in. En nu uitademend gaat duwen met je rug tegen de kussens of tegen hetgene waar je aan ligt.
En kom langzaam omhoog, zonder dat die ellebogen naar buiten gaan of dat ze verder naar binnen gaan. Reik met je handen naar je benen, pak je benen vast, trek je knieën naar je toe, adem heel goed in, adem uit, maak jezelf iets kleiner, compacter. Breng je kin even dichter naar je benen toe, kin naar je borst, voorhoofd naar je benen toe. En dan uitademend duw je je benen weg en kom je omhoog en weer zitten. Leg je benen ietsjes uit elkaar. Schuif je benen wat meer naar de randen van de mat. Als je benen verder uit elkaar ligt, kan het makkelijker zijn. Als je met je billen iets hoger gaat zitten, kun je het ook wat makkelijker maken. Leg je handen voor je, tussen je benen in op de grond. En voel hoe ver je je armen naar voren kunt schuiven, zonder dat je gaat trekken, zonder dat je gaat duwen. Als je het plezierig vindt om van alles te gebruiken, kun je hier bijvoorbeeld ook iets onder je buik gaan liggen en daar met je hoofd of buik op gaan liggen. Het kan zijn dat je een poefje of zo nodig hebt om tussen je benen te leggen, dat je dat erop onderlegt. Maar kom naar voren. Neem de tijd om de houding zo aangenaam mogelijk te maken. Dus je kunt ook verschillende dingen gebruiken als je blokjes of boeken gebruikt. Het stevigste als ondergrond gebruiken, het zachtere erbovenop leggen en dan je eigen lichaam als het ware eroverheen draperen. Je hoeft je voeten niet aan te spannen, je hoeft niet je tenen naar je toe te trekken, je mag je knieën een beetje buigen. Je kunt je tenen verder naar buiten laten vallen, je kunt je armen ontspannen, je schouders ontspannen. Laat je lichaam zoveel mogelijk in die vooroverbuiging komen. En niet omdat je trekt of omdat je duwt, maar de zwaartekracht, die helpt een beetje. En als je voelt dat de zwaartekracht niet voldoende helpt, dan betekent dat je te ver in een vooroverbuiging bent gekomen die nog niet geschikt voor je is. Dus je kunt jezelf tegenhouden met je handen, je armen wat meer strekken. Vind je het vervelend dat je hoofd naar beneden hangt? Stapel zoveel mogelijk kussens op elkaar of pak een stoel erbij en leg je hoofd op een stoel. Dat kan ook. Dat je een stoel tussen je benen inzet en naar je hoofd zo op laat rusten. Of een klein krukje. Maak de houding voor jou op maat. Met je benen een beetje uit elkaar. En met je bovenlichaam naar voren toe. Met je armen naar voren. Je mag je handen plat op de grond leggen. Het liefst ook je ellebogen zoveel mogelijk laten zakken naar de grond. Je kunt een beetje duwen met je ellebogen. Soms is het wat lekkerder omdat je dan je borstkas wat meer ruimte geeft. Waardoor je je buik een beetje meer kunt verlengen. En laat jezelf uitademend naar voren zakken. Laat het gebeuren. Niet doe het. Maar voel wat er gebeurt. En aan de buitenkant van je lichaam is het heel moeilijk om die kleine verschillen waar te nemen. Aan de binnenkant in je lichaam kun je die millimeters verschil gewoon heel duidelijk voelen. We zijn in staat om de meest kleine dingetjes waar te nemen in ons lichaam. Met ons lichaam. Denk maar eens aan een splinter in je vinger. Of een klein steentje in je schoen. Haartje in je oog of iets in je mond wat er niet hoort. Probeer die houdingen voor jezelf zo comfortabel te maken dat het bijna is alsof je in slaap valt. Je ademhaling wordt rustiger, niet oppervlakkiger. En je hartslag wordt rustiger. Hoe meer je je aandacht bij die ademhaling kunt houden, hoe gemakkelijker het wordt om je hoofd tot rust te krijgen. Laat jezelf voorover zakken. Alsof je alle ballast, alle overtollige energie, alles wat je nu niet meer nodig hebt, zo uit je lijf weg laten zakken zo de grond in.
En als je voelt dat je onderrug een beetje koud begint te worden, leg er iets overheen. Je lichaam kan beter ontspannen als het warm genoeg blijft. En als je knieën een beetje buigt, is het wat minder heftig voor je hamstrings. Probeer je spieren te ontspannen, zodat het bindweefsel nieuwe verbindingen kan maken. Zodat je spieren makkelijker kunnen bewegen. Zodat je lichaam beter kan herstellen, restoren. Laat de ballast uit je lijf van je afglijden. Via je benen zo de grond in, via je armen. En voel de lengte van je rug, de glooiing van je rug, de curve van je rug. Voel hoe je contact maakt met de ondergrond en kun je jezelf gedragen laten worden door de ondergrond. Overgeven aan de ondergrond. Maak gebruik van de ruimte als je inademt. Voel hoe je borstkas uitzet als je inademt. En weer een beetje krimpt als je uitademt. Nog een keer heel rustig diep in. Voel het samentrekken van je buik als je langzaam uitademt. Adem weer heel rustig in. Hou die inademing even vast. Adem langzaam uit. Om vervolgens inademend weer heel rustig omhoog te komen. Rol je heel langzaam omhoog. Rol je schouders naar achter. Laat je schouders zakken. En kom dan eventjes gewoon liggen op je rug. En als je iets onder je hoofd wil leggen, zodat je hoofd net niet naar achter kantelt, dan leg even een kussentje onder je hoofd. Oeps, dit zal me heel slordig gaan liggen. Kom even liggen. Met je benen ietsjes uit elkaar. En je armen langs je lichaam met je handpalmen open gedraaid. Je schouders zijn weg bij je oren. En je handpalmen open. Omdat je zo de bovenkant van je bovenarmen en ook je schouderbladen meer kunt laten zakken naar de grond. Als je je handpalmen plat legt op de grond, gaan automatisch die schouders al een beetje omhoog. Laat die schouders juist zo aan het eind van de dag meer en meer in contact komen met de grond. Omdat het helpt om je houding te verbeteren. Het maakt het je veel makkelijker voor je borstkas om die ademhaling op te nemen. Je longen kunnen makkelijker meer zuurstof opnemen en je hart kan dat weer makkelijker doorpompen door je lichaam. Een ander voordeel van zo even zo weer helemaal liggen op je rug is dat je meer ruimte hebt in je buikholte. En die buikholte, daar waar je organen zitten die het eten verteren, de afvalstoffen weer afvoeren, die hebben ook ruimte nodig. Dus geef je buik een beetje ruimte. Door niet je spieren in je buik aan te spannen, maar door je buik te ontspannen. Voel hoe je buik zachtjes opbolt als je inademt. En heel langzaam weer naar beneden zakt als je uitademt. Neem de tijd om het rijzen en het dalen van je ademhaling te voelen in je buik. Lukt het niet om het helemaal waar te nemen, leg je handen op je buik. Ga je heel langzaam uitademen, dan voel je dat je handen een beetje zakken, je buik zakt een beetje. En als je dan de tijd neemt om in te ademen, dan voel je dat je handen als vanzelf omhoog worden geduwd door je buik. Begin door heel rustig uit te ademen. Hoe langzamer je kunt uitademen, hoe meer je buik gaat zakken. En waardoor je buik vervolgens weer omhoog komt als je inademt. Wees je bewust van de glooiing van je rug. De lengte van je rug. Waar raakt je rug makkelijk en stevig de grond?
En waar raakt je rug niet of nauwelijks de grond? Wanneer je ligt en je hebt je hoofd misschien ondersteund met een kussentje, dan is je rug in de meest neutrale stand. Als je benen lang uit op de grond liggen. Het kost weinig inspanning, zo liggen. Dus probeer de spanning uit je lichaam los te laten en voel de glooiing die je rug heeft. Merk je verschil tussen de linkerkant van je heup en rechterkant van je heup. Is er één heup misschien een beetje steviger op de grond? De ene kant van je rug kan soms een beetje meer glooiend zijn dan de andere kant van je rug. Soms is de welving meer in een S'je in je rug, in plaats van met zo'n C'tje vanaf de zijkant gezien. Wees je bewust van hoe je ligt. Voel je schouders, ontspan die schouders, laat die schouders zakken. Voel hoe je borstkas uitzet als je inademt. En ook weer kleiner wordt als je uitademt. Adem heel rustig in. En terwijl je uitademt, schuif je één voor één je voeten weer terug op je mat. Zet je voeten plat op de grond, zodat je knieën omhoog wijzen. Voet het liefst in lijn met je zitbordjes. Schuif een beetje met je onderrug naar je voeten toe, zodat je merkt dat je nu je rug makkelijker in zijn geheel platter op de grond kunt duwen. Duw je rug lekker plat op de grond. Trek dan één voor één je knieën naar je borstkas toe. Voel dat je je rug nog meer in de grond lijkt weg te duwen. En laat je handen rusten op je knieën. Dat kan zijn aan de bovenkant van je knieën, maar dat mag ook in je knieholt. Dus wat je fijner vindt om vast te houden. Ik zou het allebei even proberen en dan voel je wel verschil. En je mag ook tussendoor nog een keertje wisselen als je het fijn vindt. Kruis niet je enkels, hou wel je knieën gebogen en probeer je knieën en je onderbenen parallel te houden aan elkaar. Je knieën een beetje verder uit elkaar kan helpen om nog een beetje meer je benen naar je toe te laten komen. Soms zit het heel vast aan de binnenkant van je bovenbenen, waardoor je merkt dat het heel veel moeite kost om je knieën naar je toe te trekken. Probeer juist niet te trekken. Laat de zwaartekracht hier ook weer zijn werk doen. Laat de houding als vanzelf een beetje meer ontstaan. Je zakt als het ware, langzaam maar zeker, steeds een beetje dieper in die houding. Heb je het idee dat je kin omhoog wijst naar het plafond, dat je je voorhoofd als een soort kiepwagen naar achter hebt gekanteld? Dan is het verstandiger om je hoofd een beetje op te hoog, een kussentje, een opgerolde handdoek eronder te leggen. Zodat je iets meer steun hebt voor je hoofd. Want je kin wijst in de richting van je buik. En je voorhoofd zou parallel kunnen zijn met het plafond. Afhankelijk welk plafond je natuurlijk hebt. Voel hoe je ligt. Met je rug. En merk je verschil tussen linkerbeen en rechterbeen. Is het ene been makkelijker dichter naar je borstkas te brengen dan het andere been? Kun je de druk voelen in je buik? Nu je beide knieën naar je toe hebt getrokken. Kun je dan voelen dat de druk in je buik een beetje groter is geworden? Laat je schouders zakken. Laat die schouders zinken in het matje. De achterkant van je hals is lang, maar je hoofd is niet naar achter gekiept. En als je met je hoofd zachtjes heen en weer beweegt, van links naar rechts, dan voel je dat je niet met je kin tegen je schouder aanbotst. Dus hou die schouders weg bij je oren. Schouders zijn ontspannen. Kaken zijn ontspannen. Je mag zachtjes rollen met je hoofd van links naar rechts en rechts naar links. Voel wat er gebeurt in het bekken. Voel wat er gebeurt in je benen. Soms gaan je benen zelfs een beetje bibberen of een beetje trillen van zo'n houding. Maak het zachter. Ga niet trekken, ga niet duwen. Laat het gewicht van je armen de houding bepalen.
Knieën verder uit elkaar is prima. Knieën dichter bij elkaar is prima. Zolang je je benen maar parallel houdt. Met je hoofd kom je weer terug tot stilstand in het midden. Langzaam adem je heel rustig uit en voel het middengedeelte van je rug meest steviger in contact komen met de grond. En dan breng je je handen naar de voorkant van je knieën. Handen op je knieën, zodat je knieën makkelijker weg kunt duwen in je handen. En duw die knieën weg, maar hou met je handen je benen een beetje tegen. Je zult merken dat je benen helemaal niet zo heel ver van je afgaan. Je kunt wel voelen dat de stand van je rug verandert, dat je rug ietsjes meer hol trekt. Dat de glooiing van je rug weer langzaam maar zeker terugkomt. En wieg jezelf dan zachtjes van links naar rechts. Verplaats het gewicht van je ene kant van je rug naar de andere kant van je rug. Van links naar rechts. En als je je elleboog een beetje dichter bij je lichaam houdt, dan kun je ook weer jezelf tegenhouden om te voorkomen dat je omvalt. Als je armen blijft strekken, kan het zijn dat als je heel snel heen en weer wiegt, dat je omkukelt naar je zij. Probeer toch een beetje te blijven duwen met die knieën in je handen. En dan kom je langzaam met je benen tot stilstand, met je rug tot stilstand. En dan strek je je benen even omhoog. Kijk even naar je voeten. Benen omhoog in de lucht. Het is misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Probeer je voeten omhoog te brengen in de lucht. En of je dan je knieën gebogen hebt of gestrekt, dat maakt niet uit. Voeten parallel, niet tegen elkaar aan, los van elkaar. Armen naast je. Heb je moeite om je rug vlak te houden op de grond? Of heb je het idee dat je je benen niet zo makkelijk kunt strekken en je wil ze toch iets meer strekken? Dan kun je ook je handen even onder je heupen neerleggen. Of een kussentje of een blokje onder je heupen neerleggen, zodat je benen net iets makkelijker omhoog kunt houden. Maak het gemakkelijk dat je je benen kunt strekken. Lig je thuis vlak bij de bank. Wat je ook kan doen is met je billen te schuiven tegen de bank. En dat je je achterkant van je benen laat rusten tegen de bank aan. Je zou zelfs je benen kunnen buigen en misschien je onderbenen erop kunnen leggen. Of een stoel of een poef gebruiken. Ook tegen de muur kun je met je benen omhoog gaan liggen. Zorg dat je rug vlak ligt. Zorg dat je hoofd mooi recht ligt. Je neus in het verlengde met je borstbeen. Je armen ontspannen. Eventueel je handen onder op je buik, omdat het soms wat warmer is. Maar ook wat makkelijker is om die aandacht naar je buik te brengen. En te voelen hoe je buik zachtjes op en neer kunt bewegen. Op het ritme van je ademhaling. En doordat je je aandacht bij je ademhaling houdt, blijft, geef je niet alleen je lichaam wat meer rust, maar ook je hoofd wat meer rust. Alsof een storm gaat liggen en alles in je hoofd een beetje helderder wordt. Let op de spanning in je mond. Ontspan die kaken. Bijt die kiezen niet op elkaar. En probeer je wenkbrauwen weer meer naar je gezicht, van je gezicht af te laten smelten. Linker wenkbrauw naar je linkeroor. Je rechter wenkbrauw naar je rechteroor. Dan kun je voelen dat je benen misschien een beetje gaan tintelen. Misschien een beetje veranderen qua temperatuur. Dat je opeens hele koude voeten krijgt. Of juist hele warme, tintelende voeten. Observeer. Observeer wat er in je lichaam verandert. Als je je benen zo omhoog strekt. Je kunt met heel veel kracht en moeite proberen je benen te strekken, maar je mag ook je knieën best een beetje buigen. Zolang je je voeten maar omhoog houdt, de lucht in. En wil je meer ruimte ontvangen in je borstkast, dan kun je je armen verder van je afleggen, maar ook je armen verder omhoog leggen. Let erop als je je armen naar achter brengt, naar boven legt, dat je ook je ellebogen gedragen laat worden door de grond. Als die ellebogen niet op de grond komen, dan heb je je armen te ver naar achter gebracht. Te ver opzij geschoven. Probeer je ellebogen ook gedragen te laten worden door de grond, omdat je schouders dan niet omhoog komen naar je oren, maar mooi op je rug blijven. En weg blijven bij je oren, zodat je hals vrij is.
En dat je nog steeds een beetje nee kunt schudden of een beetje ja kunt knikken. Nou, sluit je ogen en concentreer je op je linkerbeen. Probeer voor te stellen dat je inademend je linkerbeen meer kunt strekken. En wanneer je uitademt, dat je je linkerheup, je linkerbil meer contact voelt maken met de grond. Iedere keer dat je inademt, is het net alsof dat linkerbeen als een soort plantje aan het groeien is, langer wordt. Voel de lengte van je linkerbeen, de achterkant van je linkerbeen. En voel de lengte van de voorkant van je linkerbeen. Wees je bewust van je linkervoet. Ontspan je linkervoet. Ontspan de tenen van je linkervoet. Ontspan je linkerbeen, maar hou hem in de lucht. Voel hoe je linkerheup gedragen wordt door de grond en je linkerbeen omhoog kan groeien. Zoals een plantje omhoog kan groeien naar het licht. En ga met je aandacht naar je rechterbeen. En ook je rechterbeen is mooi lang en omhoog de lucht in. Ga met je aandacht naar je tenen van je rechtervoet. Voel je tenen. Wees je bewust van je tenen. Ontspan je rechtervoet. Ontspan de onderkant van je rechtervoet. Ontspan je rechterenkel. En ook hier probeer je rechterbeen langer te laten worden wanneer je inademt. En als je uitademt, is het net alsof je rechterheup wat steviger in contact komt met de grond. Maak het rechterbeen langer. En voel de steun van de grond onder je. Onder je rug, onder je heupen. Onder dat bekken. En voel de ruimte om je benen heen. En voel je benen tintelen. Misschien zelfs een beetje schommelen, heen en weer deinen op het ritme van je ademhaling. Zoals bamboestengels ook bewegen als er een beetje wind staat. Gaat vanzelf. Je hoeft ze niet in beweging te brengen. Het ritme van je ademhaling kan voelbaar zijn in je benen. Omdat je buik op en neer beweegt. Je borstkas op en neer beweegt. Je hart de energie rondpompt door je lichaam. Naar al je spieren, naar al je cellen. Dus ook helemaal tot in de toppen van je tenen. Voel je benen. En maak ze lekker lang. Adem heel rustig in. Heel langzaam adem je uit. En die uitademing hou je even vast. Dan glimlach je, adem je in. Hou die glimlach even vast en ook die inademing. Adem een beetje bij. En nu uitademend ga je een beetje wiebelen met je tenen. Een beetje wiebelen met je voeten. Misschien een beetje cirkels draaien met je enkels. Een beetje benen buigen, benen strekken. Heel rustig, breng je benen een beetje in beweging. Je kunt je benen opzij bewegen, naar voren, naar achter, een beetje fietsen door de lucht. Beweeg je benen, gewoon zoals je voelt dat je je benen wil bewegen. Alsof je met je voeten op het plafond iets geks aan het verven bent. Alsof je aan het roeren bent met je voeten in een onderste bovenpan met soep. In gedachten is natuurlijk alles mogelijk. Dus voel even hoe je kunt draaien met je benen, hoe je een beetje kunt fietsen. Breng je handen naar je knieën. Pak je knieën vast en stuur je knieën naar binnen en naar buiten. Dus je cirkelt met je knieën om en om. Je kunt beide knieën gelijktijdig cirkels laten draaien, naar buiten laten vallen, naar binnen trekken, naar buiten laten vallen. Van je af duwen, naar je toe trekken. Andersom kan natuurlijk ook. En je kunt je benen ook als een soort mixer een beetje dwars door elkaar heen laten draaien. Voel even hoe je je benen kunt bewegen. Je benen in die heup komen, hoe je je onderrug de druk verplaatst. Zeker als je met je benen dezelfde kant op cirkelt, zul je merken dat je
bekken in beweging komt en niet zozeer je been in de heup komt. Dus probeer je benen los van elkaar te laten draaien. Of je ze nou kriskras door elkaar heen draait of heel mooi synchroon draait. Maar niet samen dezelfde kant op laten draaien. Dus je linkerbeen beweegt naar links en je rechterbeen beweegt naar rechts. Dan blijft dat bekken namelijk wat steviger en makkelijker op de grond liggen. En smeer je beter je heupgewricht. Plaats je je rechtervoet op de grond. Sla je linkerbeen over het rechterbeen heen. En voel eventjes hoe je benen op elkaar kunnen rusten. Hoe je linkerbeen kan rusten op je rechterbeen. Voel hoe je je bovenbenen niet alleen kunt laten rusten, maar ook zelfs een beetje samen kunt knijpen. Net zoals je je vingers in elkaar kunt vlechten en dat je dan ook een klein beetje kunt knijpen met je handen. Zo kun je ook een beetje knijpen met je benen. Knijp de binnenkant van je benen een beetje tegen elkaar. Leg je armen wat royaler neer. Je kunt strakjes iets onder je benen leggen aan de rechterkant. Rol met je hoofd naar links. Schuif je billen ook een beetje naar de linkerkant van je matje. En laat je knieën dan langzaam opzij zakken naar rechts. Door langzaam te bewegen, gaan je benen niet al te ver omlaag. Als je heel snel beweegt, dan kan het zijn dat je opeens met je linkerschouder van de grond af bent gerold en dat je meer op je rechterzij ligt. Als je liever wat steun wilt, leg dan een groot kussen onder je benen en laat je benen op dat kussen liggen. Je kunt je rechterhand op de buitenkant van je linkerbeen leggen. Zorg dat je linkerschouder op de grond blijft liggen. Je linkerarm van je afgestrekt, omhoog gestrekt mag ook. Maar niet heel dicht bij je lichaam houden. Want je wil die hele schouder goed op de grond krijgen. Dus open je arm, open je linkerhand. En voel hoe ver je met je benen naar rechts kunt hangen. Zonder dat je linkerschouder van de grond komt. Dan draai je hoofd naar links, je sluit je ogen, je ontspant je kaken. En je focust op de druk die je kunt voelen aan de rechterkant in je buik. Aan de rechterkant, net onder je ribben. En als de druk te groot is, maak de houding dan milder. Heb je het idee dat je verder kunt zakken in de houding, maar dat de kussens je tegenhouden? Schuif een beetje opzij, wat je iets meer ruimte maakt. Leg iets over je heen, zodat je lekker warm blijft. En probeer je voor te stellen dat je smelt. En niet in één keer in een plasje, maar gewoon langzaam maar zeker steeds een beetje zachter wordt. Voel je lichaam een beetje ontdooien. Laat je rechterheup meer in contact komen met de grond. En laat je linkerheup meer omhoog komen de lucht in. Zonder dat je linkerschouder van de grond komt. Het kan gaan tintelen in je linkerarm. Het kan gaan trekken in je linkerborstspier. Het kan gaan trekken bij je linkeroksel. Is het te veel? Voel je te veel weerstand? Maak de beweging wat minder actief met je benen. Rol een stukje terug. Zorg dat je die houding zo maakt. Dat je merkt dat je hand, je rug van je hand gedragen laat worden door de grond. Dat je linker pols gedragen wordt door de grond. Je linker onderarm, je elleboog. Je linker bovenarm, maar ook je linker schouder nog steeds in contact ligt met de grond. En niet omdat je knieën al helemaal opzij liggen naar rechts. Voel hoe je linker bovenbeen op je rechter bovenbeen ligt. En hoe je met je rechterbovenbeen je linkerbeen draagt. Met een glimlach op je lippen adem je wat dieper in. En terwijl je uitademt, duw je beide benen samen tegen elkaar aan omhoog. Je duwt je benen weer terug, zodat je je linkerbil weer voelt op de grond. Haal je linkerbeen van je rechterbeen af. Duw met beide voeten, zodat je je heup makkelijker terug kunt schuiven naar het midden van je matje. Schuif je benen uit en leg je handen eventjes zo onder op je buik. Met je ellebogen nog net op de grond. Ontspan je voeten door de binnenkant van je enkels open te draaien en de buitenkant van je enkels meer naar de grond te laten zakken. Dat is makkelijker als je je voeten niet te dicht bij elkaar hebt liggen. Geef je benen dus ook echt een beetje ruimte. Zo ontspan je niet alleen makkelijker je benen. Zo ontspan je ook makkelijker de spieren onder in je buik. En ook
je onderrug kan een beetje meer ontspannen. Voel eventjes, nu je zo getwist hebt, wat er is gebeurd met je hals. Wat het effect is geweest op de linkerkant van je hals en op de rechterkant van je hals. Heb je kunnen voelen dat je hoofd nu voor je gevoel iets makkelijker naar links kan rollen. Alsof de spanning daar naar de linkerkant weg is. Alsof er meer ruimte is ontstaan. Niet omdat je harder geduwd hebt, maar gewoon gebruik gemaakt hebt van de zwaartekracht. Kom weer terug met je hoofd in het midden. Vlecht je vingers boven je hoofd in elkaar. Strek je armen, maak jezelf super, super lang. Strek jezelf nog even uit. En dan komen je armen weer omhoog. En dan doen we nog eventjes hetzelfde aan de andere kant. En dan mag je je daarna klaarmaken om nog eventjes zo na te voelen. Dus we plaatsen de voeten weer achter de billen op de grond. Je schuift met je billen ietsjes naar je voeten. Je schuift met je voeten iets naar je billen, zodat je je lage rug makkelijker, vlakker op de grond krijgt. Linkervoet laat je staan. Je rechterbeen til je op en die sla je over je linkerbeen heen. Je probeert je bovenbenen bij elkaar te knijpen. Een beetje vast te knijpen, alsof je echt voelt dat je met je rechterbovenbeen op je linkerbeen ligt. En met je linkerbeen een beetje terugduwt tegen je rechterbeen. Je geeft je armen voldoende ruimte, je laat je schouders zakken, draai je handpalmen open, rol met je hoofd naar rechts. Duw met je linkervoet die je op de grond hebt staan in de mat, zodat je je heup een beetje op kunt tillen en iets naar rechts kunt schuiven. En als je dan iets naar rechts bent geschoven, met je hoofd ook naar rechts bent gerold, dan laat je je benen langzaam naar links zakken. Vind je het vervelend dat je benen een beetje hangen in het luchtledige? Leg iets onder je benen, zodat je benen ergens tegenaan kunnen leunen en dat ze een beetje meer kunnen ontspannen. Zonder dat je rechterschouder van de grond afkomt. Dus gebruik voldoende steun. Merk je dat je jezelf tegenhoudt, maak het makkelijker. En probeer dan je linkerhand bijvoorbeeld op je buitenkant van je rechterbeen te leggen. Dan voel je net een beetje meer dat draaien in je rug. Dat betekent dat de druk nu verhuisd is naar de linkerkant onder je ribben, hier een beetje bij je taille. En laat die druk aan de linkerkant er zijn. Is het pijnlijk, maak je het minder groot. Ontspan je schouders, ontspan je kaken. En focus op je ademhaling. Probeer die inademing te strekken. Maar probeer ook je uitademing te strekken. Voel hoe lang je erover kunt doen om uit te ademen. Zonder jezelf te haasten. En iedere keer dat je uitademt, is het net alsof je een beetje meer contact maakt met de ondergrond waarop je ligt. Met je benen. Met je schouders. Achterkant van je hoofd. Je rechterheup omhoog. Je rechterschouder omlaag. En dat draaien is een feest voor je buik. Je stofwisseling kan makkelijker zijn werk doen. Darmen kunnen makkelijker zijn werk doen. Je verbetert je stofwisseling. Je verbetert daarmee ook je immuunsysteem. En het geeft meer ruimte aan je tussenwerfschijven. Meer ruimte aan het zenuwstelsel. Het zelfherstellend vermogen van je lichaam kan makkelijker zijn werk doen als er meer ruimte is. Voel hoe je je rechterarm, je rechterschouder probeert te ontspannen. Laat de rug van je rechterhand gedragen worden door de grond. Je rechteronderarm, je rechterelleboog, je rechterbovenarm en vooral je rechterschouderblad. Laat je schouder zwaarder worden. Voel de twist die je maakt met je heupen deze keer ten opzichte van je schouders gedraaid. Inademend een beetje de lengte accentueren van je kruin tot aan je staartbeentje. Adem goed in. Langzaam uit. Voel het samentrekken van je buik wanneer je uitademt. Gebruik die kracht vanuit je buik om je benen weer omhoog te brengen. Adem nog een keer goed in. En dan uitademend duw je beide benen samen weer omhoog. Zet je voeten naast elkaar. Schuif het bekken terug naar het midden. Schuif je benen uit over de grond.
Rol met je hoofd terug naar het midden. Leg je handen weer onder op je buik. En voel eventjes hoe je je schouders hebt liggen. Hoe je je benen hebt liggen. Laat de buitenkant van je enkels weer zakken naar de grond. Leg je voeten wat verder uit elkaar. En ook hier in deze houding kun je voelen dat er een verschil is tussen de linkerkant en de rechterkant van je lichaam. Soms heeft de houding wat meer effect aan de ene kant van je lichaam dan aan de andere kant. Rol eens met je hoofd heen en weer om te voelen hoe je met je hoofd nu naar rechts kunt rollen. Is de spanning weg aan de rechterkant van je hals? En lijkt het nu ruimer? Soms is zelfs de rechterkant van je gezicht meer ontspannen. Kom je weer terug met je hoofd naar het midden. Dan strek je je benen. Je maakt de benen lang. Je duwt je tenen of je hielen weg. Wat je fijner vindt om te doen. Je kunt allebei even proberen. Vleg je vingers boven je hoofd in elkaar. Draai je handpalmen open. Strek je armen helemaal naar achter. Maak jezelf super, super lang. En adem rustig uit. Voel het samentrekken van je buik. Adem nog een keertje heel goed diep in. En heel rustig. Adem hier weer uit. Kom je armen weer op de inademing omhoog. Leg je armen naast je lichaam. En open je handpalmen. Als je zin hebt, kun je nog even zo lekker blijven liggen. Even voelen wat er allemaal in je lichaam is gebeurd. Wat de effecten zijn geweest van de verschillende houdingen. En uiteraard, zoals ik ook gewoonlijk lesgeef in de studio, is ook deze les weer uitgelopen. Alleen moet ik naar huis natuurlijk voor een bepaald tijdstip. Dus ik ga hier de boel afsluiten. Maar als je thuis nog even lekker wil blijven liggen, die is op Spotify, heb ik een ontspanning ingesproken. Dus die zou je kunnen opzoeken en daar nog even naar kunnen luisteren. Als je zoekt op Eva's Yoga en Pilates, kun je me vinden. Blijf gezond, gezellig en verstandig. En tot de volgende keer.